Harde koeken. Alle ongezonde dingen. Hallo allemaal! Super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. We krijgen echt heel veel vragen binnen bij onze reacties. Dus we dachten, waarom doen we niet gewoon een Q&A? En dan over de meest gestelde vragen die we ooit hebben gekregen. Ja. Dus laten we maar beginnen. De eerste vraag die we echt zo vaak krijgen, dat is, hoe oud zijn jullie? Nou, we zijn geboren in het jaar 2000, dus dat is lekker makkelijk. Het is nu 2016, dus 17. Zijn we... Het is nu 2017, maar in 2016 worden we 16 en in 2017 worden we 17. En we zijn jarig op 12 februari, dus dat is een beetje aan het begin van het jaar. Dus is het heel makkelijk om te onthouden hoe oud we zijn. Ja. Als we straks oude taarten zijn, dat we dan weten, oh, het is nu 2072. Nou, dan zijn wij dus 72. Ja. Nou, oké. Okay. We gaan verder. We zijn dus 17. Ja. Zin in. Vraag 2 is, hoe lang is jullie haar? Hebben jullie het wel eens opgemeten? Okay, nou ja, we hebben het nog nooit opgemeten. Je hebt wel één keertje bij een musical waar we in speelden, maar dat is al zo lang geleden. Ja. Wie weet is het wel meer gegroeid op. Dus, wij dachten, we gaan het nu even opmeten. Milena, ga maar even staan. Ik heb hier een meetlint. Zo en dan van het van mijn hoofd. Vanaf, ja, vanaf ik pak hier, wel één haar. Nee. Zo. Goed langs mijn haar, hè? Oh, wat een grap. Oh, ik ga zo hard lachen. Het is... Oh, we moeten natuurlijk wel kijken welk haar het langst is, hè? De jouw of de mijne? Ja. 87 centimeter, ah, mensen! 87 centimeter! Bijna meter, nog 20 bijna centimeter. Bijna meter, oh. Meter lang haar. Oké, okay, nu de jouwe. Ja. Oké, okay, ook vanaf het midden van je. Hier ongeveer. Ja, laten we dit stukje pakken. Ah, sorry. Heb je nog assistentie nodig hier of zo? Ja. Oh, het gaat helemaal uit het beeld. Nou, ik zeg het wel gewoon. Ik denk niet dat het... Wacht even. Ik zit denk ik bij de verkeerde kant te kijken. Hoeveel was mijne? 87. Even nog een keer checken. Het is zeker langer, hè? Nee, 87. Oh mijn god. Natuurlijk, we zijn een tweeling. Nee, maar... Ja, maar de kapper kan het nooit precies even hetzelfde knippen. Dat zou wel echt heel raar zijn. Nou, dat is dus wel het geval. Dus het mysterie is uit het leven. Ons haar is 87 centimeter lang. Volgende vraag. Hoe krijgen jullie zulk lang haar? Ja. Nou ja, ons is ooit een keer verteld dat het gewoon ligt aan je haartype. Ja. Dus het is heel stom, maar wat je wel moet doen, dat geldt echt voor iedereen, verzorg je haar goed. Goed dus, borstelen. Wij gebruiken dan zo'n tangle teaser, zo'n klittenvanger, borstel. En ook een glansborstel om het, glanzend te maken. Ja, glanzend te maken. En klitspray als je veel klitten hebt. Dat ligt trouwens ook aan je haar. Ja. Degene voor je haar. En niet te vaak wassen, want dat is ook niet goed voor je haar, maar wel ongeveer, nou, misschien één à twee keer in de week. Maar niet te vaak. En ook niet... Niet te lang ertussen, want dan wordt je haar juist heel vet. Ja. En ze zeggen ook wel dat als je het heel lang niet wast, dat het dan niet meer vet wordt. Maar dat is bij mij nooit echt gebeurd. Nee. Dus, helaas. Maar ja, dan zit je haar wel beter in model of zo. Ja, het is nu een beetje plat. Ja. Maar je maakt niet uit. Op naar de volgende vraag. Vraag 4. Zitten jullie ook in dezelfde klas? Nou, heel simpel. Ja. Twee letters. Ja, we zitten in dezelfde klas. We zitten ook heel vaak naast elkaar. En dat is heel leuk, want de leraren weten dan niet wie is. Maar ik heb wel gemerkt, tenminste dat zegt ze ook heel vaak, dat ze het makkelijker vinden als we naast elkaar zitten dan als we alleen komen. Ja. Daarom is de volgende vraag die ook heel vaak gesteld wordt, wie is nou wie? En dat is natuurlijk logisch, want we zijn een tweeling. Dus we lijken heel veel op elkaar, vinden mensen. En ja, dan wil je natuurlijk ook weten wat nou precies de verschillen zijn. Nou, die zijn...
nog steeds bijna hetzelfde als een paar jaar geleden. Maar het begint erop te lijken dat we steeds meer verschillen krijgen. Of soms niet. Maar het grootste verschil is dat Rosanne, ik dus, nog steeds groter is dan Milène. Ja, iets van 3 centimeter. Dus ja. Dat is niet echt een groot verschil. Maar Rosanne haar hoofd is wel wat groter. Of nee, ja. Wat? Nou, iets. Ik heb zeg maar een langwerpiger hoofd. Zie je? En ik heb een wat breder hoofd in mijn grote wangetjes. Oh ja, jij hebt hieronder bij je kin heb je een moedervlek. En Milène heeft wat grotere ogen dan ik. Ja, dat is eigenlijk het grootste verschil. Ja. En ik ben gewoon veel mooier. Nee, dat toch? Ik ook. Doe een like omhoog als je Milène mooier vindt. Nee, doe maar niet. Doe maar like omhoog als je Rosanne mooier vindt. Nee hoor. Nou ja, dat zijn dus de verschillen. En ik ben dus Milène en dat Rosanne. Ja. Toch? Dus nu gaan jullie het nooit meer vergeten. Oké, volgende vraag. Vraag 6. Wat is jullie lievelingseten? Oh. Eten. Wij houden echt van eten. Maar mijn lievelingseten is denk ik toch wel pasta. Eigenlijk van alle soorten pasta's. Carbonara, bolognese. Welke pasta's heb je nog meer? Wat nou, ik dat? Heel, heel lekker vind, en het is niet heel ongezond, is spinazie in bladerdeeg. Ik denk echt, hier is het recept. Je hebt zo'n vierkant bladerdeegje en daarin doe je dan bladspinazie. Die je eerst moet ontdooien. Dus moet je niet echt verse nemen, maar gewoon in een pakje. En dat moet je dan eerst ontdooien. En dan moet je het verdelen een beetje op dat vierkantje. En dan doe je er een nog soort een beetje... Als je ook zelf appelflappen maakt. Ja, maar in plaats van dat je er appel in doet, doe je er spinazie in. En dan doe je er een beetje vet daarbij van die kaasblokjes, van die witte, die hele lekkere. Ja. En een beetje pijnboompitten. En dan moet je de puntjes zo naar elkaar toe vouwen. En dan in de oven. Het staat vast op in de oven hoe lang het moet. Oh, dat is zo lekker. Ja. Oh ja, en alles met de peper boven poep vind ik ook heel lekker. Dus ja. Pizza, pasta, patat, pannenkoeken. Alle ongezonde dingen. Nou, dat allemaal. Ja, dat was dus de vraag. Wat is ons lievelingseten? Alles met de P behalve poep. En prei. Ja, prei kan ook lekker zijn. Prei schotel, maar... Oké. Volgende vraag. Wat is jullie lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is turquoise. En nu zou je denken, ja, maar jullie zijn een tweeling, dus jullie hebben alles hetzelfde en blablabla. Nee, dat is niet zo, want mijn lievelingskleur is roze. En vroeger was het andersom. Maar wat voor roze dan? Ja, fuchsia roze vind ik heel mooi. Gewoon een beetje baby roze, heel licht Barbie roze, weet je wel. Donker roze. Ik vind alle kleuren roze eigenlijk mooi. Ik hou meer van de liefde, van roze. De liefde is ook gewoon rood. Ja. Rode hartjes. Ja, oké. En ik heb ook een periode gehad dat ik geel heel mooi vond, maar daar ben ik nu totaal overheen. En zeegroen vind ik ook een hele mooie kleur. Lievelingskleuren. Van die tropische landen heb je dan van het zeegroene lichte water. Oh, dat vind ik zo mooi. Oké, nu we het toch hebben over de zee en mooie dingen. De volgende vraag is, wat is jullie favoriete vakantieland? Ik ben eigenlijk nog niet echt op heel veel plekken geweest. Nou, zijn we natuurlijk wel in Oeganda geweest, maar dat is nou niet per se waar je naartoe gaat als vakantie. Je denkt, laten we op vakantie gaan. Dat is meer gewoon als je dingen wil weten over het land en zo. En ja, ik zou zelf heel graag nog een keertje naar bijvoorbeeld de Caribische eilanden. Dat was niet de vraag, Rosanne Walewijn. Nee, maar dat is wel mijn favoriete vakantieland, denk ik. Ja, dus als je al die plaatjes ziet en zo. Of de Malediven of zo. Nou, ja, echt, dat zegt iedereen al. Ja. Maar het lijkt me gewoon zo leuk op al die foto's en zo. Maar waar ik tot nu toe ben geweest, vind ik Frankrijk heel leuk. Ja, of Italië. Dus Frankrijk of Italië. De volgende vraag is... Wat is jullie grootste blunder die jullie hebben gemaakt met die heb ik echt. Ik heb er zoveel, maar ik zal de twee ergste vertellen. Oké, ik begin gewoon op chronologische volgorde. Toen was ik 8 jaar. Toen speelde ik in een musical Jozef. En daar mochten wij op een dag zelf onze kleding uitzoeken. Want je krijgt dan allemaal een setje als personage. Maar er waren heel veel verschillende setjes die nog over waren van andere groepen. En er was dus 1 dag dat je zelf mocht kiezen welk setje je aan zou doen. Dus ik zag een heel mooi paars shirtje met een paars giletje met allemaal streepjes en ruitjes en zo. En een heel mooi paars rokje. En die was een beetje groot, maar ik wou hem echt super, super, super graag aan. En toen moesten wij dus op een ramp, dat is zeg maar ja, ik weet niet hoe ik het kan uitleggen, maar een soort berg, maar dan in een decor. Ja. Daar moesten we dan op gaan staan en dan moesten we gaan springen.
Dus wij helemaal yay, springen. Maar ja, die rok was natuurlijk veel te groot voor mij. Dus terwijl ik sprong op het podium, terwijl al die mensen naar mij stonden te kijken, zakte die rok van mijn broek. Van mijn billen af. Dus ik stond daar gewoon, ja, niet in mijn onderbroek, want ik had er een legging onder. Maar in mijn legging dus zo. Dus ik zo, oh shippies. Ja. Dus ik snel dat ding optrekken en iemand anders daarvan mij ook helpen. En een beetje zo verder. Gelukkig mochten we toen al bijna af. Dus dat was echt een hele erge. En ik heb er nog één. Dat was in Waanzinnige Droom, Kinderen voor Kinderen musical. Toen waren wij de boze Zoe, de boze puber. En toen was ik zo boos geworden op mijn ouders in het stuk, dat ik me omdraaide met heel veel vaart. En ik moest een stoel oppakken en die meenemen. Maar ik draaide me zo snel om. Ik was zo boos eigenlijk, dat ik struikelde over die stoel en dus viel op de grond. En ik zat en in de zaal, mensen, dat was zo al grappig. Al die mensen die dachten zo, oh, mijn ouders in die musical, die waren ook, oh, Zoe, gaat het? Maar ze wouden zeggen, Milena, gaat het wel? Maar ja, dat kan je, maar dat kan je natuurlijk niet zeggen, want je zit midden in die musical. Maar ik zat dus in de zaal en ik keek rond in de zaal van, hebben mensen door? En die dachten echt dat het erbij hoorde. Die dus dat het bij de musical hoorde. Dus ik was toen ook heel boos, toch nog weggelopen met die stoel. En achter de schermen moest ik natuurlijk heel hard lachen. Ja, nou, ik heb dus ook twee blunders van dezelfde musical, ook van Waanzinnig Gedroomd. Voordat we dus die scène moesten doen, waar Milena dus was gevallen, kwamen we uit een soort grote doos waarin muziek gemaakt wordt. Maar wij speelden allebei dezelfde rol, dus niet op hetzelfde moment op het podium. En ik moest dus heel snel achterlangs rennen naar de andere kant, mijn schoenen aandoen en dan het podium op, lopend. Maar je bent natuurlijk helemaal buiten adem. Maar ja, we moesten dus op een gegeven moment in een theater, wat best wel krap was, moesten we zeg maar achter een doek langs. Maar daarachter stond ook weer een decorstuk met een trappetje. En het was er natuurlijk hartstikke donker. Dus ik ren keihard op mijn sokken achter dat doek langs. Maar ik zag die trap niet. Dus ik struikelde over die trap. Dus je zag dat doek helemaal zo doen. Weet je wel? Als vanuit het publiek zag je dat doek zo. Ja. Dus, maar ik had best wel pijn. Ik had best wel pijn aan mijn scheen. Maar ja, ik ben toen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk doorgerend. Toen heb ik mijn schoenen aangetrokken. Toen was ik gelukkig net op tijd op toneel. Maar wat ik ook een keer heb gehad, is dat ik dus die stoel die we dus mee af moesten nemen, ben helemaal gewoon vergat. Ja, ik ben gewoon drie keer die stoel. Drie shows achter elkaar ben ik die stoel vergeten af te nemen. Omdat je zo boos was. Ja, ik was zo boos dat ik gewoon meteen die coulissen in rende. En ja, toen was ik dus mijn stoel vergeten. Nou, dit waren dus even onze, ja, onze blunders op musical gebied. De volgende vraag is, oh, ik weet het al. Deze vraag krijgen wij ook echt heel vaak. Dat is het leuk om een tweeling te zijn? Die hebben we heel vaak gehad, die vraag. Nou, nee, er is niks aan. Nee, grapje. Nee, ik zou er nu al dood willen mappen. Nee, grapje. Nee. Het is superleuk om tweeling te zijn. Ja, ja. Wij kunnen ons natuurlijk niks anders herinneren dan dat we een tweeling zijn. En het is heel erg leuk omdat je precies even oud bent. Ja, je hebt altijd iemand op vakantie. Je hoeft geen vrienden te maken. Spelen. Tenminste, we maken altijd wel vrienden. Maar we hebben altijd in het begin hebben we elkaar. We vinden dezelfde dingen leuk, omdat we dus even oud zijn. En voor de rest, eigenlijk zijn er alleen maar voordelen. Behalve op school bijvoorbeeld, als je word je vaak met z'n tweeën samengenomen in plaats van als een individu. Dus dan zeggen ze altijd bijvoorbeeld Walewijn in het kwadraat tegen ons. Omdat ze ons niet uit elkaar kunnen houden. Ja, dus dat je door elkaar wordt gehaald, dat kan ook wel een nadeel zijn. Maar ik vind het niet heel erg. En ik reageer ook als iemand Milena roept. Want dan weet ik ook dat ze mij kunnen bedoelen. Ja, precies. Dus voor onze ouders, die halen ons ook nog wel eens door elkaar. Oh ja. En er was dus een tijd dat we op de basisschool zaten, dat we voor onze moeder liepen. En die zei, Milena, je veter zit los. Dus ik zo naar beneden kijken, hè? Mijn veter zit helemaal niet los. Wat zit jij nou weer te zeggen? Dus ik loop gewoon door. Milena, je veter zit los. Dus ik naar beneden. Mama, mijn veter zit helemaal niet los. Oh, ik bedoel Rosanne. Dat was heel grappig. Ja. Dat zij dat ook nog wel eens doen. Ja, en het gebeurt nog steeds wel eens. Dus soms dan nou, best wel vaak. Maar ja. Dus het is niet heel erg. Zelfs ouders hebben nog problemen met hun tweelingkinderen. Nou, dit waren eigenlijk onze vragen. Ja, die het meest gesteld zijn. Als jij nog vragen voor ons hebt die je wil beantwoord hebben van ons,
Nou ja, dan zou ik die even onder hier in de reacties zetten. En doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook nog even. Superleuk, dan blijf je hieronder op de rode knop abonneren. Het is helemaal gratis. Ja. Je hoeft er niks voor te doen behalve alleen even op die knop te drukken. En dan blijf je op de hoogte van al onze nog komende video's. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!